Is de Schwalbe Rik XC de ideale band voor de Nederlandse routes? Dat gaan we vandaag uitzoeken. Let's go! In de jaren dat ik mountainbike heb ik begrepen dat van Schwalbe de combinatie Racing Ralph en Racing Ray de combinatie is om de Nederlandse trails te bedwingen. Je hebt niet zo superveel profiel hier nodig, want het is geen echt ruig terrein waar we doorheen rijden. Daaronder zat altijd de Thunderbird en dat was een redelijk gladde band en soms iets te glad, wat ik heb begrepen. En nu hebben ze iets ontworpen wat daar echt tussenin zit en dat is dus de Schwalbe Rik XC. En ik mocht bij het persevenement aanwezig zijn waar die bekendgemaakt werd en daar zeggen ze er zelf dit over. There's a new tire because a lot of our athletes that we support asked for a tire just in between Thunderbird and Racing Ralph, Racing Ray. Because they said the Thunderbird is really efficient, but sometimes they need a tiny bit more grip, but not as much grip as the Racing Ralph. So they asked for a tire just in between to optimize rolling resistance on the one side and grip on the other side. Goed, dat is natuurlijk mooi verwoord, maar je komt er maar op één manier achter of het echt voor de Nederlandse trails geschikt is. Daarom neem ik mijn fiets mee op een aantal verschillende routes. Op Quinteloijen, op Renen en we zijn op Schorrel. En gaan eens kijken of hij zich daar een beetje staande houdt. Oké, trail nummer 1, let's go. Eerste indruk is een snelle band. Zeker in het klimmen gewoon lekker vlot omhoog. Dat komt natuurlijk omdat je wat minder rolweerstand hebt. Ja, ik voel me snel op deze banden, op deze fiets, deze combinatie. Maar goed, ja, mijn mening is één mening. Maar op het persevenement waren nog meer mensen van de media, maar ook wedstrijdrijders die ook een rondje hebben gedaan op Spaarnwoude. En die zeiden er dit over. Mag ik jou een eerste indruk opnemen? Zeker. Ja, het voelt lekker. Vrij veel Thunderbird en Racing Ralph. Dit zit er inderdaad tussenin. Ja. Het volume voel je wel goed, iets meer demping, attractie zat, het is niet droog natuurlijk. Ja, eerste indruk is best goed, geen spin, bergop, nou wel eens gaat staan. En? Lekker hoor, en nog geen snakebite. Mooi. We realized that if you put a tiny bit more rubber on the area where you usually hit the rim flange, that you can increase the snakebite resistance. Heel erg tevreden van, uitstekende grip, parcours ligt droog natuurlijk, dat helpt wel een beetje. Maar je voelt in de klimmetjes dat hem echt heel veel grip geeft. Zelfs op de losse steentjes die hier redelijk veel liggen, doet dit uitstekend. Erg tevreden van. Volle bak grip, lekker snel. Top. Ja, het is echt een band waarvan je niet wist dat je hem nodig had. Een soort gat in de collectie tussen Thunderbird en Racing Ralph. En ja, ik vind het vet. Toch zou ik hem persoonlijk misschien eerder achterrijden. Maar ja, ik hou ook wel van iets meer noppen. Want ik vind een platte bocht leukerder dan een snelle bocht. Ja, goede band. Voor dit parcours perfect. Dus je hebt hier veel harde kombochten met grind daarop. En vroeger reed ik veel op die Thunderbird hier. Maar met deze band heb je gewoon net iets meer noppen ook met insturen van de bocht. Dus dat is wel ideaal hier voor gewoon meer grip. Ze rollen lekker licht, maar je hebt ook nog wel echt grip. En vooral hier op Spaarnwoude is het wel ideaal met echt, die steentjes. Dat je nog wel grip hebt, maar ook nog wat gewoon goede tractie omhoog. Daar sluit ik me bij aan. Goed, de tweede trail die ik ga rijden is die van Quinteloijen. Een van de wat ruigere trails hier in Nederland. Wat meer wortels op de trail, niet helemaal glad gestreken. Pittige klimmetjes ook. Ik ben benieuwd of die daar grip houdt, niet doorslipt. Dus een ideale trail om te testen hoe die het op dit soort trails doet. Als het ietsje ruiger wordt dan normaal. Dus let's go. Ik merkte met klimmen, als ik even niet oplette, slipte mijn achterwiel wel weg op wortels. Maar met een beetje techniek pakte die wel snel weer grip. Maar wat me hier ook echt wel opvalt, zeker op de klimmetjes, is zoveel sneller. Oké, en door. Ik moet
moet zeggen, ik was in het begin een beetje sceptisch, zeker met het losse zand. Dat was even zoeken af en toe. Maar als je eenmaal een beetje door hebt dat je eigenlijk wel je grip snel weer vindt, dan rijdt hij wel lekker en dan krijg je steeds meer zekerheid. Ja, eigenlijk best wel tevreden over. Is dit dan dé band voor de Nederlandse routes? Ik moest in het begin in ieder geval even wennen, want ik rijd meestal met grotere noppen en wist niet hoeveel grip ik nu kon verwachten. Maar ik ben in ieder geval enthousiast, want op de drie verschillende trails heeft hij daar boven verwachting gepresteerd. Nu heb ik hem nog niet in natte condities kunnen testen, maar dat gaat zeker gebeuren, want ik laat ze er lekker onder liggen de komende tijd. Mocht je interesse in de band hebben, er staat een link in de beschrijving. Vond je het een nuttige video? Geef dan een like. Vergeet ook niet te abonneren en dan zie ik je bij de volgende video. Ciao!